Voor de vang, voor die stalen bandvang, die gaat tot een bepaalde diepte achteruit, zodat die er gelijkmatig inderdaad omheen steekt. En eigenlijk hoor je hier onderaan al dat die daar dus nog wat knelt. Helemaal 100% vrij loopt die niet. Kijk, en nu hoor je dat die daar nog iets aan loopt. Want het wiel is nooit 100% rond. Het is handwerk. Dit is het halslager. Hier rust de as op, waar meteen vooraan ook de wieken aan zitten. Dus hier zal ongeveer een 4.000-5.000 kilo druk op zitten. Op een hele grote dikke steen die hieronder zit. En om het mooi soepel te laten smeren, drukken wij hier rauwe reuzel tussen. En met de rauwe reuzel, en vooral nu met die mooie temperatuur, hè, wrijft zich dat helemaal rondom die as. Nou, hier zie je de binnenkant van de molenstenen. Er liggen er twee op elkaar. Een onderste die stil ligt. Kun je nog even hier op de foto zien. En een bovenste die er overheen loopt. Die onderste die stil ligt heet de ligger. En de bovenste steen heet de loper. In beide stenen zit een profiel gekerfd. Scherpsel noemen wij dat in het vakgebied. En de schuinte en de vorm van het scherpsel bepaalt wat voor kwaliteit meel je kunt maken. Moet ik veel productie maken, grof malen voor veevoer, of heb ik een mooi fijn scherpsel, zodat ik ook kwaliteit bakkersmeel kan maken. Tussen die twee stenen valt het zaad. Het graan zit in een voorraadbak, de kaar. Dat valt hieronder in een soort bakje. En dat bakje kan bewegen. En door de beweging vallen er zeer regelmatig korrels tussen die twee stenen. Die dan weer door de beweging van de stenen naar buiten getransporteerd worden. En die dan gemalen worden. Deze as die hier zit is vierkant. En dat betekent dat dat bakje gaat schudden op het moment dat die steenspil de stenen aandrijft. En dan krijg je dit effect. Dat die bij elke tik daar wat korrels
in het gat van de stenen laat vallen. Nou, deze bak kan ik nog verstellen, hier en hier, en hier met een draaimechanisme in hoogte. En daarmee bepaal ik de toevoer van mijn graan. En door de snelheid van de wieken en het feit dat ik deze twee stenen middels een hefboomsysteem op elkaar kan laten zakken, bepaal ik dus welke kwaliteit meel ik wil hebben. Heel fijn, want dan moet ik weinig zaad hebben met veel druk, of grof veevoer, dan mag de steen wat verder van elkaar afstaan en dan mag er ook wat meer zaad toegevoerd worden, want dan heb ik een hogere productie, maar niet een hogere kwaliteit. Nou, hier hebben we de steenkraan. Als ik maal met stenen, gaat die inderdaad slijten. Dus dat betekent dat wij af en toe de stenen van elkaar af moeten halen. Dat doen we met een hijskraantje, waarbij ik twee grote stalen armen heb. De hele bovenbouw, die ombouw van hout op de stenen, die kan eraf. Dat is zo gebeurd, zijn allemaal losse onderdeeltjes. En wij hangen deze stalen armen in twee gaten die je in die steen hebt zitten. Dan draaien we hem op met de hendel totdat hij voldoende hoog is. En dan draaien we deze hele steenkraan zo mee, helemaal hierdoor. Dit is ook allemaal weg. En dan leggen we hier de steen, hebben we hangen. Die gaan we met twee man kantelen. Die steen die weegt 1200 kilo, is 35-30 centimeter dik. Die gaan we kantelen en dan leggen we hem hier op de grond. En dan gaan we scherpen. He, een billen heet er in ons vakgebied. En dat kunnen we hier aan deze kant ook zien. Nou, een steen die gaat slijten, die kun je hier bijvoorbeeld zien. In die steen zitten meestal twee stel gaten, omdat het middelpunt van de steen wisselt, omdat de dikte wijzigt. Deze steen is afgesleten. Hier zie je dat geen hijskraanelement meer in kan pakken. En aan deze kant is die ook los. Normaal betekent dat wij een tweede stel gaten hebben. Die zitten hier. Hier zit er één. En het tweede gat zit aan die kant. Alleen, hier kun je zien dat er een ongelukje gebeurd is. Hier is de steen gebarsten. En op dat moment is die eigenlijk waardeloos, want kan ik hem niet meer optillen. Normaal gesproken betekent dat dat je zo'n steen dan als onderste steen gaat gebruiken. In het koppelstenen ligt een ligger eronder, die ligt stil. En die loper, zoals deze hier, die ligt er op de kop bovenop en die draait. Nou, deze steen is nu even voor ons demonstratiemodel. En hier kun je dus ook zien dat er een patroon van groeven in zit. Een scherpsel. En met dat scherpsel bepaal je dus van hoe mooi fijn je het meel kunt maken. Want in de onderste steen zit zo'n scherpsel. En ditzelfde scherpsel zit ook in de bovenste steen. Alleen hier ligt die voor mij even naar rechts toe. En dan ligt die in de bovenste steen even naar links toe gebogen. Als hier een korrel inkomt, een korrel graan, drukt die bovenste steen die tegen dat randje aan hier. Die korrel gaat wat naar boven en de groef die van die kant komt, snijdt daar elke keer één laagje meel van af. En het meel transporteert door deze gleuf naar de buitenkant en valt hier in een randje in die houten steenkeuken. Nou, af en toe moeten we dat scherpsel weer op goede staat, op peil brengen. Dat noemen wij in ons vakgebied billen. Dat gebeurt met een hele speciale hamer, een bilhamer, met hele dunne stalen punten eraan. En dat gebeurt als volgt. Dat is een hele klus, dat duurt wel 1 tot 2 dagen. Daar ga ik als molenaar op de steen zitten. Ik heb hier nog een lampje meestal bij staan, want zo mooi licht als vandaag is het niet altijd.
En ik pak een hamer. Ik leg mijn handen op mijn knieën, want dit wordt een beweging vanuit mijn polsen. En ik ga beginnen te billen. Zodanig totdat hier weer een mooi dieper gleufje in zit. En daarmee heb je de loper, de bovenste steen dus, weer gescherpt. Nou, en af en toe moet je dat dus ook met de ligger, met de onderste steen doen. Maar meestal gaat er steen voor steen. En over het algemeen betekent dat dat we ongeveer 10.000 kilo kunnen malen voordat een steen weer gescherpt moet worden. Welkom bij weer een nieuw maandjournaal van RTV Sternet. En we beginnen dit maandjournaal natuurlijk met Koninginnedag. Want op 30 april vierde onze koningin natuurlijk weer groots haar verjaardag in het hele land. En dat gebeurde ook in Haaksbergen. Het feest begon al erg vroeg. Bij Theater De Kappen konden de kinderen deuren verven en stoep krijten. De prijs voor de mooiste deur werd uitgereikt door de burgemeester. Daarna was het tijd voor de ballonnenwedstrijd. Degene waarvan de ballon als verst wordt gevonden, krijgt uiteraard een leuke prijs. En dan nu een impressie van de dodenherdenking op 4 mei. Thank you.
op vrijdag 9 mei een groot avontuur voor enkele leden van de atletiekvereniging Haaksbergen. Zij deden namelijk mee aan de Europa Run. Deze estafette run wordt gelopen van Parijs naar Rotterdam. Dit is een afstand van circa 530 kilometer. Het hoofddoel van de Europa Run is het ophalen van geld. Met dit geld worden projecten ondersteund voor mensen met kanker. De finish was op tweede Pinksterdag op de Koolsingel in Rotterdam. De leden van de atletiekvereniging hebben een gemiddelde gelopen van 11,8 kilometer per uur. Dit is dus een topprestatie. En in het Pinksterweekend was er nog een sportief evenement. Het Ben Brokotter toernooi van de Bomboys. Dit is een groot voetbaltoernooi met 16 deelnemende internationale jeugdteams. Maar op vrijdagavond zat de schrik er echter goed in. Door een luchtballon zat Haaksbergen enige tijd zonder stroom. De organisatie raakte echter niet in paniek. Door de aanhoudende warmte werden de wedstrijden ingekort tot 2 keer 15 minuten spelen. Het toernooi werd gewonnen door een Duits jeugdteam. En dat belooft dus wat voor het aankomend EK. Sinds afgelopen maand kunt u op forel gaan vissen bij de forelderij in Usselo. Het is gelukt. Ja, nou, we kunnen vissen nu. We kunnen vissen. We kunnen vissen, ja. En u ook. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.